Het is 18 februari, ik ben Jeffrey. En welkom bij de Vrijheid van de Beperking. I don't need anyone, I'll do it all by myself. Oké, ik zou dus eigenlijk in Amsterdam zijn, maar dat is jammer genoeg niet gelukt omdat ik niemand kon vinden. En daarom had ik zoiets van, waarom niet over Skype? Waarom niet over de telefoon of Skype of WhatsApp of... Weet ik veel, je kunt tegenwoordig met alles facetimen. Dus, ik kom net van de telefoon af met hem. Met Marvin Tutu. Hij is een Kung Lung fighter. En ik heb er direct een interview mee over WhatsApp. Via FaceTime. Ook benieuwd, blijf zeker hangen, want het wordt een vet interview. Ik weet wie jij bent, maar mijn kijkers nog niet. Kun je iets vertellen over jezelf? Ik ben Marvin Tutu. Ik ben 24 jaar. Ik ben professioneel kickboxer. Ik vecht eigenlijk overal over de hele wereld. Ik vecht bij de grote organisatie Kung Lung en daarnaast vecht ik ook bij Fusion. Afgelopen jaar verschillende partijen gevochten tegen grote namen. Mm-hmm. En nu aankomende weekend ga ik naar China voor de Final Four, de laatste vier van het Kung Lung toernooi. Oké. Ja. Wow, dat is dat is gewoon groot. Dat is... Nou, ik wens je alvast heel veel succes met dat gevecht. Ik heb al een paar gevechten gezien van jou en van jouw tegenstander. Die heet... Okay. Als ik het verkeerd zeg, moet je het even zeggen. Hè? Ik ben namelijk een held in namen. Jaizis Zeuf, dat is de... Yeah. Dat, zeg ik het goed? Zo ongeveer, ik weet het ook niet. Ja, een beetje lastig met sommige namen. Ja, je kent het. Ja. Maar, jij traint bij Vos Gym. Ja, Amsterdam. Hoe lang al? Bij Vos Gym Amsterdam train ik denk ik nu al 4 jaar of zo. Daarvoor heb ik altijd in Apeldoorn getraind, want dat is dat waar ik woon. Mm-hmm. Ik kom uit Apeldoorn. Ik heb bij Bora Egemeen getraind, Bora Gym. En op een gegeven moment hield het op qua sparringpartners en zo. En ik was altijd in mijn eentje aan het trainen, zeg maar. En toen wou ik wat meer concurrentie opzoeken. En een nieuwe drive, zeg maar. En toen ging ik op zoek. Toen kwam ik bij Fortune terug. Oké. Wow, dus het is echt mooi gegaan, moet ik zeggen. Ja, precies. Ik weet, Kung Lung Fight, daar keek ik vroeger al en ik heb het gevecht gezien van jou en Bukawai. En dat gevecht was echt gewoon meesterlijk hoe je daar wegzette. Serieus. Je hebt verloren, maar het was echt een keihard mooi gevecht. Ja. Ja. Tegen Bukawai bedoel je? Ja, sorry. Help mijn namen zoals ik al zei. Ja, maar niet. Ja, dat was. Dat gevecht heb ik op, 4 dagen gespeeld, maar op dinsdag of ik tegen hem wou vechten. 4 dagen? En ik dacht van, weet je, waarom ook niet? Het is een grote naam. In kickboxleven moet je risico's nemen. Ja. In het hele leven denk ik moet je risico's nemen om grote dingen te doen. Ik wil groot zijn, dus dan moet je dat soort dingen doen. En ja, dat kan ook verkeerd uitpakken, dat heeft verkeerd uitgepakt. Maar ja, ik heb er veel van geleerd. Mm-hmm. En we blijven doorgaan. Oké. Okay. Baden wel van, moeten mij een rematch geven, dan pak ik hem weer aan. Nou, dat komt hopelijk helemaal goed. En wat heeft jou geleid om een professional kickboxer te worden? Ik weet niet, op jongs af aan kickboksen. Ik deed was een beetje stout die jongen vroeger. Mm-hmm. En toen kickboksen werd ik een beetje wat rustiger, meer gedisciplineerd en gefocust op één bepaalde doel. En dat had ik echt nodig en nu blijf ik gewoon doorgaan. En ik weet niet, ik wil gewoon het uiterste uit mezelf halen. En dat heeft denk ik ervoor gezorgd dat ik nu zo ver weg wil. Oké. De drive om te winnen, de wil. Mm-hmm. De wil om te winnen en de wil om de beste te worden. Snap ik heel goed. Precies. En wat heeft jou ertoe doen gezet om zeg maar de Kung Lung 80 aan deel te nemen?
Dat gevecht van 24 februari 2019. Het is een hele lange opbouw geweest voor dit toernooi. Eerst had je een kwalificatietoernooi, dus moest je een viermans toernooi winnen. En dan word je gekwalificeerd voor de laatste 16. Oké. Okay. Dus ik zat in een zwaar toernooi, de eerste tegen die, met de laatste, bij die vier. Die kwalificatietoernooi. Die had ik gewonnen. Ik moest toen een kwalificatietoernooi vechten voor vier man. Die had ik gewonnen en daar kwalificeerde ik me voor de laatste 16. En ja, ik had een kwalificatietoernooi, dat had ik net gesteld, dus een kwalificatietoernooi voor de laatste 16. En dat had ik gewonnen. En toen vocht ik in de laatste 16. Tegen deze jongen, die had ik ook gewonnen. Mm-hmm. En toen had ik in de laatste 8 tegen een Rus. En die had ik gewonnen en nu ben ik gekwalificeerd voor de laatste 4. En ja, nu is het voor de titel vechten. Oké. Okay. Wow, dat is gewoon echt wauw. Ik wens jou, ik ga jou niet langer ophouden van jouw tijd. Hartelijk bedankt voor dit interview. En ik ga sowieso kijken de 24e. En aanmoedigen. En yo, ga zo door en je gaat het winnen, dat weet ik zeker. Oes. Dankjewel. Oes. Hoi. Wow, dat was net echt keileuk. Ik had net gewoon een interview met Marvin Tutu. Dude, dat is geweldig. Echt geweldig. Als je dit leuk vindt, oh ja, wacht even. Volg mij op Facebook, Instagram en YouTube. En allemaal een hele fijne dag, nacht. Ik weet niet wanneer je kijkt, maar tot de volgende keer. En nog veel plezier op YouTube. Later!